Thomas van der Meulen, even een maandje in Grauwerom. Wat er best al een jaar hier in Amerika. We gaan van Zimmer ook helemaal praten. Ja, de eerste vraag is, hoe is het met jou? Ja, het gaat hartstikke goed. En nu moet ik weer... Nou, morgen is mijn laatste dag nu in Nederland. En dan ga ik weer al mijn spullen pakken. Donderdag ga ik weer die kant op. Hoe is die omgekomen, de eerste weekend? Het was heel erg anders. Het is daar heel massaal, heel veel mensen, heet tijd om mensen heen. En hier hadden mijn vrienden nog gewoon school, dus ik zat gewoon elke dag thuis. Ik had niet zoveel te doen en daar ben je heet tijd rond mensen op school. En ook op campus, als je dan op je kamer zit. Iedereen is zeg maar dicht bij elkaar. Okay. Hoeveel jongeren minder? In totaal zitten op onze school 2000 en er zijn denk ik 100 buitenlanders. Dus ik was niet de enige buitenlander daar. Wie is er samen met die vrienden heen gegaan? Hoe hebben de contacten de meeste landen door de leerlingen? Mijn vriend is naar een andere plek gegaan. Hij is naar Californië en ik zelf naar Oklahoma. Maar we hebben wel af en toe gefacetimed. En ja, dus we hebben wel contact gehouden. Wat heeft er geleerd, Thomas? Van alles. Met voetbalgebied, maar ook ja, gewoon op schoolgebied. En mijn Engels is echt heel veel verbeterd. En toen ik terugkwam in Nederland, moest ik eventjes weer wennen. Dus zei ik... sommige dingen van Engels even tussen mijn zinnen door, dus, maar nu is het wel weer goed. Gaat dat zo snel? Ja, dat gaat heel snel. Er zijn ook 4 Belgen daar, dus daarmee kan ik dan Vlaams, ja, Nederlands praten. En in het begin dan praten we nog wel Nederlands met elkaar en op het einde dan waren we met z'n vieren samen en konden we Nederlands praten, maar is het toch wel, ja, zijn we Engels gaan praten. Hoe is de verhouding van het leren en het voetbal? Hoe verloren ben je aan het voetbaltrainen? Ik heb dan tijdens schoolweken, dan trainden we om 6 uur in de ochtend tot 8 uur. En dan moest je echt snel met je spullen naar de les, want had je 5 minuten. Dus even een, ja, fles deodorant mee, even snel omkleden en dan ging je zo de les in. Hadden we meestal een uurtje of anderhalf uur les. Even snel douchen, dan gaan we eten. En dan had je weer 2 lessen meestal in de middag. En daarna weer trainen? We hadden 2 tot 3 trainingen in pre-season, dat is dan het voorseizoen. En tijdens school hadden we steeds 1 training. Hoe is maar die niveau? Vergelijk het maar de andere spelers daar. Mijn niveau of in het algemeen het niveau daar? Ik moest eerst wel even wennen vanwege het voetbal. Het gaat daar heel snel. En hier heb ik altijd met 17, 16 jaar gespeeld, zeg maar, mijn eigen leeftijdsgroep. En daar zijn sommigen wel 27. Dus die hebben dan wel, ja, 10 jaar leeftijdsverschil. Dus dat was wel even wennen, en fysiek ook. Ja. Nou, best wel vrij greurd, best vrij sterk. Is dat een voordeel daar? Ja, het is wel een voordeel. Daarvoor hebben ze hem waarschijnlijk ook gehaald. Ze houden daar heel veel van fysieke mensen en dan lang en, ja, een beetje breder. En dan niet, ja, je hebt daar wel heel veel fysieke duellen ook. Hoeveel wedstrijden heb je dan spelen, hè? Ik ben helaas na een paar wedstrijden al geblesseerd geraakt. Dus toen, en het seizoen is daar maar heel kort, 2,5 maand tot 3 maanden. Okay. Dus na 3 wedstrijden ben ik geblesseerd geraakt. Dus ja, was het seizoen ook al heel snel over. En wat van blessure hier is? Ik heb een klein scheurtje in mijn heup. Okay. Nou, lastige blessure. Ja, klopt. En daarvoor ga ik nu ook naar het ziekenhuis 3 keer per week. Ook in Nederland zit ik nu nog steeds te doen. En dan ga ik hersteltraining doen voor een paar maandjes. Dus uiteindelijk kom ik sterker terug. Ja, dat wel even een teleurstelling, neem ik aan. Ja, dat wel. Maar ik heb doordat ik geblesseerd ben geraakt, heb ik een extra jaar gekregen. In totaal zou ik eerst 4 jaar mogen. En nu mag ik 5 jaar. Dus op zich kan ik nu ook een jaartje wennen aan hoe het in Amerika is. En dan begint volgend jaar mijn echte 4 jaar. Dus misschien is het ook wel een klein voordeeltje dat ik dan even kan wennen aan de Amerikaanse cultuur en het voetbal. Ben jij de jongste speler? Ja, ik ben de allerjongste van het campus, van de school en, ja, van het voetbal. Ik ben de enige die in 2000 is geboren. Dus dat was, ja, er is maar 1 leeftijdsgenoot, maar die komen uit 1999. En de rest is rond de 19, 20, 21, zoiets. Geloven ze je dan wel? Ja, eerst niet. Maar ja, dat zeg ik. Ja, ik ben wel echt 17 en dan hoor ze ook nog 2000. Dus dan schrik ze wel even. Ja. Al met al een goed gevoel erover? Ja, heel goed gevoel. En eerst was misschien mijn plan om daar een tussenjaartje te doen en dan even genieten met het voetbal. Maar nu is wel denk ik mijn plan om daar de volledige, ja, 4 tot 5 jaar dan af te maken. Oké. Okay. Die beslissingen heb je snel genomen? Ja, nog niet echt concreet. Maar hoe ik het nu naar mijn zin heb daar, dan wil ik wel weer... wel, denk ik, mijn 4 tot 5 jaar daar afmaken. Nou, we gaan die zeker volgen op Facebook. We zien al bij mooie foto's, actiefoto's en wat filmpjes. Ga daar maar door, want we gaan die volgen. Wanneer komt ze weer om? Volgens mij april, 22 april zijn mijn eindexamens. Dus dan kan ik eind april alweer naar Nederland voor 3 maanden. Want de zomervakanties zijn er 3 maanden. Dan kun je weer even genieten van de zomer. Ja, zeker. Hey, succes. We volgen je. Dankjewel.